We gaan kijken naar de gastrijders, de regioklasse. En die hebben allemaal wel kortere nummers, dus we maken het leven wat makkelijker. Jaap Voort uit Utrecht. Nou, helemaal binnen de regio, maar natuurlijk goed. Hij pakt de leiding en goed ook zo te zien. Tweede plek is op dit moment zo te zien. Startende 11, Stefan van Dijk. Stefan van Dijk is een van de coureurs die echt met gepaste regelmaat meegereden heeft. Met de autocrossvereniging Rangbang. Hij heeft zijn auto verkocht en rijdt nu weer in de wagen van iemand anders. Heb ik al laten vertellen. Dit is mijn derde positie al. 51 op de tweede plek. Stefan Veldhuis. Komt met een plaatje. En op dit moment de top 3. Die wordt een prachtig leuk van de baan afgeleid. Ja, redelijk snel. Deze dus aan de leiding. Jaap Bolk uit Driebrugge. Stefan van Dijk. Op de derde plek. 51 Stefan Veldhuis. Dus de tweede plek. Het was een beetje van de baan af, dat betekent dat we al wat sneller gereden worden. Een leukere tafereel gaan leveren. Dan is het gewoon eigenlijk zaak dat je niet te hoog gaat worden op deze baan, dan komt het eigenlijk helemaal niet. Tot de jong verwijderd. Wordt wel geknokt om de vierde en de vijfde plek door 358. En zo van Wijk, de Brandwijk. Tukker. André Tukker uit Hoog-Brokland. Dat is wel uit de regio. De type is een autobusvereniging en autobusvereniging. De Rangbang-vereniging met rondom 50. Maar er zijn altijd bij wedstrijden gastrijders die graag dan mee willen rijden en dan echt ook op de dag zelf rijden. Nou, hoeveel dat gaat met een regio die dan in een regio doet. Maar zo maar even overal gaan. Nog steeds de start nummer 7 aan de leiding. Ja, Bolk uit Driebrugge. Hij zegt dat hij de laatste ronde ingaat. De tweede plek ging de 5 Stefan Veldhuis. En Stefan van Dijk start in de 11e ronde. Stefan op de derde positie. Dat is een aardig wat tussen zit. En hij is toch een beetje belaagd wordt door 358. Henko van Dijk uit Brandwijk. Die daar nu voorbij gaat. Maar dat laat Stefan van Dijk niet over de kant gaan, zo te zien. De poging is beter dat hij terug wil pakken. Maar zo te zien pakt hij nu de derde positie. Jaap Brandt als eerste. Stefan Veldhuis, tweede in deze regioklasse. En de derde plek is in mijn optie dus Henko van Dijk. Stefan van Dijk op de vierde plaats. En dan is het of nummer 1 of nummer 50 die dan de vijfde positie bekleedt.